Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Karin Hamaker-Zondag. Karin, welkom. Dank je. Nou, we gaan het vandaag hebben over astrologie. Ja. Ik ben daar heel lang al heel erg in geïnteresseerd. Ik denk al bijna 15 jaar en 10 jaar bijna iedere dag mee bezig om verder in te leren. Maar jij bent echt de master erin. Voor veel mensen is het toch iets heel wazig, iets onduidelijks en dat kan toch niet. En dus zou jij ons een beetje kunnen meenemen van hoe moet je dat nou zien? Astrologie is een symbolentaal en die is ontstaan in het oude Babylonië, waar ze naar allerlei natuurverschijnselen keken. En dan heb ik het echt over 2500 voor Christus. Ze keken naar de vlucht van de vogels, de schapenlever, maar ook naar de stand van hoe de planeten en de sterren aan de hemel stonden. Planeten kenden ze nog niet, noemden ze dwaalsterren. En ze hadden het gevoel dat de goden hen boodschappen gaven in de natuur. En daar was dus de hemel er één van. En ze zijn dus heel nauwgezet, zijn ze gaan bijhouden. Als dit aan de hemel staat, dan gebeurt er dit op aarde. En dat hebben ze dus vanaf 2500 voor Christus gedaan. En ergens rond 700 zoveel voor Christus is er een paleis afgebrand met alle kleitabletten. Waar alle aantekeningen op stonden. Die zijn dus gebakken en daardoor bewaard gebleven. En daardoor kunnen we precies zien hoe hun observaties waren en hoe ze uiteindelijk ook begonnen te begrijpen dat bepaalde patronen aan de hemel echt parallel liepen aan bepaalde verschijnselen op aarde. En daar is het eigenlijk mee begonnen. En Ik zelf werk altijd met muzes voor mijn collectie ter inspiratie. Ja. En voor volgende zomer werk ik met Cleopatra. En ik kwam daar tegen dat Egypte ook een belangrijke rol heeft gespeeld in astrologie. Je ziet dat in elke cultuur, of het nou Egypte is, of de Hindoes, of Maya's, of de Chinezen, of hier in Babylonië, die hebben allemaal hun eigen manier van observeren gehad van wat gebeurt er aan de hemel en wat gebeurt er op aarde. En het heeft tot allemaal verschillende vormen van astrologie geleid. Alleen degene die het wijdst verbreid is over de wereld en het meest gebruikt wordt, die heeft zijn oorsprong in Babylonië. Dus daar, dat is echt de moeder van, ja, van de astrologie. Ik denk ook dat mensen dan nog wel een soort gevoel hebben van, ja, het is volle maan. Hè, dus dat doet iets met mij. En vooral vrouwen kunnen daar nogal wat gevoeliger voor zijn. Maar wat voor invloed kan een planeet dan op een mensenleven hebben of op een tijd? Nou, klinkt misschien gek, niet. Okay. Een planeet heeft geen invloed. Dat is, wij in het Westen kunnen alleen maar in oorzaak en gevolg denken. Dus wij hebben het idee van, nou, dit moet dat veroorzaken. Maar er is een andere manier van denken. En misschien is het goed om te zeggen dat als je het hebt over oorzaak en gevolg, dan heb je een verloop van de tijd nodig. Eerst gebeurt A, dan komt B. En de meer Oosterse, oorspronkelijk Oosterse manier van denken was veel meer gericht op van, wat valt samen in één moment? En daar gaven ze een zin aan. Dus voor hen bijvoorbeeld, er is één stukje geschiedschrijving waarin gezegd wordt van, dit jaar de pruimenbloesem bloeide prachtig. Nou, wij in het Westen hebben geen idee wat daarmee bedoeld wordt, maar dat betekent dat de keizerin waarschijnlijk zwanger was, de oogsten goed waren. Dus het ook al veel symbolischer. Precies, het is een symbolische manier van kijken. Dan weet je dat als bepaalde patronen samenvallen, dan zie je dat daar gewoon een betekenis aan zit. En zo zien we het ook in de astrologie. Het is echt niet zo dat zo'n heel ver bolletje van Pluto daar gewoon jou rechtstreeks aan het beïnvloeden is. Maar je kunt het zien als een soort klok. Er zijn bepaalde cycli. En in het oude Babylonië zagen ze al dat die patronen zeggingskracht hadden. En die oude Oosterse manier van denken is heel simpel van zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Dus je kunt aan die hemel iets aflezen over bepaalde oorspronkelijke tendensen, grondtendensen. En dat betekent ook meteen dat niks vast ligt, want het is een grondtendens. Het is je kunt op de klok kijken, maar daarna kun je wel kijken wat je ermee kunt gaan doen. En dat was ook in het oude Babylonië zo mooi, want zij geloofden dus dat het tekenen waren van de goden, maar niet dat de goden hun lot vastlegden. Maar dat ze als het ware, als ze begrepen wat de boodschap van de goden was, dat ze met die goden konden gaan onderhandelen en gaan kijken naar om het anders te doen. Dus een soort van in gesprek met je lot? Precies. En wat ik vandaag de dag zie is dat als jij op een gegeven moment gewoon begrip hebt van, zo zit ik in elkaar en dit is nu de actualiteit waar ik in zit, dan moet ik niet naar buiten toe om de schuld daar te leggen, maar dan kan ik kijken van, wat spiegelt dat in mij? Hoe kan ik in gesprek met mijn eigen psychologische dynamiek gaan om te kijken hoe ik daar het maximale aan ontwikkeling uit kan halen? Dus het is een
psychologische vorm, wat in het oude Babylonië nog naar buiten geprojecteerd werd, naar de goden toe. Ja, nou, wat zei je, 2500 voor Christus? Ja, precies. Ja. Je ziet, er is in één keer hele grote interesse in astrologie. De New Yorker heeft erover geschreven. Ja. De Volkskrant, NRC, de serieuze kranten neemt in één keer ook serieus. Je ziet het op social media, een wat lichtere vorm. Ik zie ook dames vooral die het oppakken met heel veel volgers. Waardoor je toch in één keer een hele grote interesse ziet van om wat meer in symbolen te gaan denken en praten en te gaan communiceren. Omdat de gewone taal, religie is weg, niet helemaal meer voldoet. Hoe zie jij dat daar nu in één keer zo'n grote interesse is? Volgens mij, jij geeft zelf ook lessen, online cursussen. En nou, daar is heel veel interesse in. Ja, maar je ziet twee dingen. Je ziet in tijden waarin er veel meer onzekerheid is, mensen zekerheid gaan zoeken. En wat je net al zei, de kerk voldoet niet meer. Althans, voor een deel van de mensen niet meer. En dan is er toch een zoeken naar andere vormen. We zitten bovendien in een tijd waarin het materialisme zo ver is doorgevoerd, dat je ziet dat mensen op een gegeven moment ook zoiets hebben van, ja, is dit het eigenlijk allemaal wel? En gaan zoeken naar een andere vorm van spiritualiteit. En dan kan je bij astrologie terechtkomen. Nou, astrologie is geen religie, is geen spiritualiteit. Het is een diagnosemiddel eigenlijk. Het is een middel waarmee je gewoon aan bepaalde patronen kunt zien van wat voor basistendensen er op dit moment zijn. Maar het is wel iets dat je op een gegeven moment kunt zien van, oké, als dit nu zo is, dan kan ik dat beschouwen als een grondstof om mee te werken, in plaats van me er zorgen over te maken, me erover te pijnigen, me zielig te voelen. En dat gereedschap, dat zoeken mensen. Maar er komt iets anders bij, dat is het andere punt, daar moet je wel wat voor doen. Want astrologie is een taal die je leren moet. En je komt jezelf daar dus ook in tegen. En wat ik zie met die sociale media en hoe het daar gaat, zijn het eigenlijk gewoon hele oppervlakkige dingetjes waarvan ik denk van, jongens, zonde. Ja, ik begrijp dat jou enorm stoort, omdat het nog zo'n diepte is. Wat ik zei, ik ben er zelf al 10 jaar vrij intensief mee bezig. En het is eindeloos hoe lang je daarover... Maar het is ook heel rijk en het verrijkt je ook heel erg. Wat ik wel leuk vond wat je net zei, want toch heel veel mensen hebben zoiets van, ja, astrologie, vage dingen, dat je zegt, ja, tot je ze alleen op de wc misschien kan ik dat toch even... Ja, nou, dat heb ik vaker gemerkt, dat je op een gegeven moment kritische vragen krijgt als mensen in een groep zitten. Nou, vind ik kritische vragen prima. Ja. Maar op het moment dat je ze alleen treft, dan komen ze toch naar je toe van, kan je ook uit een horoscoop halen om hoeveel kinderen je krijgt? Of kan je zien of ik nog eens tegen een leuke man aanloop? Dan zijn het hele basale vragen die je dus niet met de astrologie kunt beantwoorden, even voor de duidelijkheid. Je kunt aan de astrologie, aan een horoscoop zien wat voor type, één op één relatie, jou het beste past en waar jij het meeste gereedschap voor hebt. Maar het betekent niet dat je dat dan ook krijgt. Het is een grondpatroon waar je zelf wel heel erg mee aan de slag moet. Ja, nou, dan kunnen we het zo verder op doorgaan. Astrologie is ook altijd gekoppeld geweest aan filosofie. Zover als ik weet. Dus hoe zie jij dat? Niet in de oude Babylonische tijd. Maar wat je ziet is dat in de Griekse tijd ontstond er een nieuwe vorm van astrologie. En daar werd die beoefend door de grote filosofen. Ja, toch. Dat is en dus dat is dus een stuk. En wat je dan krijgt is dat toen nam langzamerhand het christendom het over in Europa. En zie je gewoon dat, en dan komt er op een gegeven moment een concilie waarin de astrologie verboden wordt. En dan zie je dat de astrologen kregen de keus of je bekeren tot het christendom. Maar dan moet je je beroep opgeven of in de gevangenis of wegwezen. Nou, het zijn een heleboel astrologiebeoefenaren zijn toen naar India gegaan en naar Iran. En zijn daar verder gegaan. Maar die landen hadden heel veel handel met de Arabische wereld. En dus ook die astrologieboeken gingen van India en Iran naar de Arabische wereld, werden ze vertaald. Van daaruit kwamen ze in Spanje, want de Mooren hadden Spanje veroverd. Nou, rond het jaar 1000 heeft Europa Spanje heroverd. Daar lagen een heleboel van dit soort astrologische manuscripten. En je zag eigenlijk dat die donkere middeleeuwen voorbij waren. En de latere paus Gerbert, die heeft zelf nog astrologische boeken zitten vertalen. En dan zie je dat die astrologie terugkomt, maar dan niet meer met filosofie, maar met een heleboel andere nieuwe ervaringen en oosterse invloeden. Dus het is een enorm groeiproces geweest. Het is niet zo dat die astrologie van 3000 jaar geleden nog hetzelfde is. Er heel veel extra dingen zijn erbij gekomen. En tot in de 17e eeuw, denk aan Kepler, was astronoom en astroloog.
Ja, Galileo. Die combinatie zie je vaak. Ja, Galileo Galilei ook. Ja. Pas eigenlijk in 1785 is astrologie definitief van universiteiten verdwenen. Als de Universiteit van Salamanca was de laatste. En toen hadden we eigenlijk Descartes. Je krijgt in feite de verlichting, om het zo maar te zeggen. Nou, dat was de verduistering voor de astrologie. Ja. Toen verdween het symbolisch denken. Maar tot die tijd gingen filosofie, andere kennis van andere werelden, astronomie, landbouw. Alles ging samen met astrologie. Astrologie was een soort gemeenschappelijke taal waar je allerlei dingen in kon uitdrukken. Ja, en koning, keizers, koningen. Oh ja. Altijd hadden ze eigenlijk ook een astroloog altijd als soort rechterhand naast zich. Hè? Misschien is het leuk om daar nog iets over te vertellen. Dat is nou pausen ook. De Borgia's bijvoorbeeld. En ook de Borgia's. Ja, ook. Die hadden ook een eigen astroloog in dienst. Er is een Nederlandse astroloog geweest die daar in dienst is geweest. Ja. Niet vergiftigd. Nee, niet vergiftigd. Maar het is vandaag de dag ook nog in India. Is astrologie nu weer teruggebracht als verplicht vak op de universiteit, omdat het tot hun cultuur hoort. En daar, bijvoorbeeld toen India en Pakistan, en dat was nog één geheel onder Engels gezag, toen zij onafhankelijk werden, toen hebben Indiase astrologen gezegd van even wachten met de verklaring tot wij een gunstig tijdstip hebben uitgezocht. Ja. Dus je ziet dat. En Henri Kissinger had een astroloog die de planning deed voor zijn buitenlandse reizen. Reagan had een astroloog. Het is veel meer dan je denkt. Alleen er wordt niet over gepraat, maar het is er wel hoor. Nou, misschien leuk om even wat persoonlijk daarin te delen. Het was voor mij ook heel erg ver van mijn bedshow, tot ik met China ging werken. Dat is ruim 15 jaar geleden. En daar was het. Ja. Daar maakten ze geen businessplannen. Dus daar kwam een astroloog. En die zei dan, ja, weet je, het staat goed om je fabriek te verdubbelen. Ja. Of ik zou welke positie, die en die posities. En daar moet een zon in leeuw. Of daar moet een tweeling. En daar moet je een booschutter. Ja. Nou, voor iemand uit het Westen klinkt dat zo vreemd. Maar ik vond het ook wel heel fascinerend. Dat ik dacht, ja, ze doen toch iets heel goed, weet je. Ze groeiden als kool. En dat symbolisch denken, dat sprak me toch heel erg aan. En dat was voor mij ook zeg maar het begin. Dus je ziet ook, ja, net in de Chinese cultuur is het symbolisch denken zeg maar ook nog veel meer geïntegreerd dan natuurlijk in het Westen. Maar wat is nu symbolisch praten, denken? Hoe zou jij dat uitleggen? Dat je als het ware het een als spiegel ziet van het ander. Dus niet met oorzaak en gevolg, maar het een spiegelt het ander. En de Zwitserse psychiater Jung, die was ook heel erg bezig met het Taoïsme. En hij vroeg op een gegeven moment een Chinese student van hem van, wat is nu eigenlijk Tao? En die Chinees die ging naar het raam en die zegt van, ziet u daar de tram rijden? Ja. Ziet u die wolken? Ja. Ziet u die bomen? Ja. En nog zo'n paar van dat soort vragen. En die Chinees zei toen van, ja, dat is Tao. En wat hij probeerde uit te drukken was dat er een samenhang is tussen alles. Een oorzaakloze samenhang. En dat jouw psyche hoort ook bij die samenhang. En jouw specifieke complexen, jouw eigenheid als het ware, die hangt samen met bepaalde stukjes van die samenhang die je als spiegel kunt gebruiken. En dat is symbolisch denken. Maar wij zijn zo opgegroeid in alleen maar oorzaak en gevolg denken, dat we dit vaak niet snappen. En je kunt het misschien het beste zien is, hoe beschrijf je een relatie tussen twee feiten? Dat ik hier zit, dit feit, is gewoon zonder oorzaak en gevolg. Je kan alleen zeggen, ja, toen stond je en nu ben je gaan zitten. Maar dan heb ik twee feiten. Namelijk dat ik stond en dat ik nu zit. Wat de Chinees zegt, die zegt van, dit is één manier om verbindingen tussen feiten te leggen. Er een andere manier om feiten met elkaar te verbinden, in een relatie te zien, is hun samenvallen in eenzelfde moment. Dus in eenzelfde tijdkwaliteit. Voor hen heeft een moment een betekenis. Dus wat er nu gebeurt hier, wat er nu gebeurt daar, dat zijn allemaal samenvallende gebeurtenissen. Mijn psyche valt daar ook mee samen op dit moment, zoals ik nu geconstelleerd ben. En dat betekent dat ik, als het ware, daar waar mijn psyche naartoe trekt, kan ik gebruiken als een spiegel, want het is zinvol. Dat is een andere relatie tussen de feiten. En het heeft mij een aantal jaar gekost voordat ik dat echt kon laten inzinken. En het zal voor veel mensen moeilijk zijn, maar op het moment dat je dat vat. Ik kan een voorbeeld geven. Op een gegeven moment dat een kind werd geboren. Ik sprak met die vader erover.
En die vader, die een astroloog ook. En we hadden gewoon gekeken naar, nou, wat zijn allemaal opties? Je kunt op een gegeven moment ook, je ziet horoscooppatronen. Je kunt kijken van, die dagen is de constellatie aan de hemel meer in lijn met het familiepatroon. Wil niet zeggen dat je kunt voorspellen wanneer het kind geboren wordt. Maar we hadden zoiets van, die dag zou kunnen. Nou, het werd een van de dagen die we noemden. Nogmaals, je kan het niet echt voorspellen, maar het is gewoon leuk om het spel te spelen. En hij belt op en hij zegt, nou, dochter is geboren en allemaal prima gegaan. En wat gebeurt is dat die dag is er een olietanker op de Noordzee rakelings langs een boorplatform gevaren. Wat een stuurprobleem. Nou, dat is, als hij er tegen aangevaren had, dan was het een ramp geweest. Die dag heeft Salman Rushdie de fatwa over zich uitgesproken gekregen. En die dag stond aan de hemel een vrij stevig, fel aspect. Mars, oppositie, Pluto, zoals we dat noemen. Ja. Nou, wat gebeurt is dat wat die astroloog en ik toen tegen elkaar zeiden was van, die dochter zal waarschijnlijk een stevige doerak worden. Dat is dat felle aspect wat erin zit. Maar die olietanker heeft het platform niet geraakt. Dus er zit toch iets van, het beeld van deze tijdkwaliteit zegt, loopt wel goed. Ja. Dus zal Salman Rushdie waarschijnlijk ook blijven leven. En nou, dat is die samenhang. En dat is die samenhang. Dat je op een gegeven moment ziet van zo'n beeld van die tijd. En het klinkt natuurlijk, ik bedoel, als ik dit gewoon in het openbaar normaal zeg, zouden ze vroeger gezegd hebben, breng er naar paviljoen 3. Ja, maar het is gewoon, over de hek. Ja, precies. Dat zou verbrand worden. Maar goed, dat, ik werd vroeger trouwens de blauwe heks van Amsterdam genoemd. Dus. Maar wat je ziet is dat, er is dus voor het Oosterse denken, is dit logisch? Is het volstrekt normaal? Dat je gewoon ziet van, als die geboorte plaatsvindt en deze gebeurtenissen vinden op aarde plaats, dan is dat een spiegel voor de grondstof waarmee je wat kunt doen. En wat is nou ook het verschil tussen die tanker en dat soort dingen? Dat is dat jij hebt gewoon een vermogen om keuze te maken. Je hebt een vermogen om met het basispatroon een heleboel verschillende dingen te doen. Als je bijvoorbeeld Mars in het teken Ram hebt staan, dan heb je gewoon een felle energie. Nou, daar kan je een straatvechter mee worden, maar je kan ook iemand worden die gewoon heel veel energie wil inzetten voor een goed doel. Met alle twee, die felle energie. En die keuze maak je zelf. Dus een astroloog kan ook nooit zeggen, jij bent. Ja, nee. Dat, omdat ik nu al ruim 15 jaar ook veel in China kom en mijn producten worden daar gemaakt en veel met ze omgaan, merk ik ook dat het eigenlijk best wel het Westen en het Oosten, omdat het ene het wel zo denkt en de ander niet, botst. Krijg je heel snel misverstanden. Ja, precies. Ja. En je bekijkt het echt vanuit een andere perspectief. Ik zelf heb het dus heel leerzaam gevonden. Als ik naar het Westen denk, weet ik al. En om dat zeg maar nog te omarmen. Ja. Zodat je, en ik heb het gevoel, als je zaken doet met in het Oosten, dan kan je daar bijna ook niet omheen. Maar wat mensen wel vaak weten bij dat er zoiets bestaat als een geboortehoroscoop. Hè, wat jij nu al beschreef van iemand die je goed kent. En dat ze zeggen, ja, het is eigenlijk een foto die gemaakt wordt van de hemel op dat moment. Ja. Zou je daar iets kunnen omschrijven van, hoe werkt het dan? Wat is dan een foto van de hemel op het moment dat je geboren wordt? En hoe heeft dat dan invloed op jouw leven? Nou, misschien is het leuk om te zeggen dat ik heb een vroedvrouw gehad. En die zei, en die had heel veel ervaring. En ze zegt, het is heel gek, misschien kun je hem om uitlachen, maar ik kan bij wijze van spreken aan het behang in de kamer waar het kind geboren wordt al iets over het kind weten. Dus ook weer, het klinkt heel gek, maar het is toch een lezen van een bepaalde samenhang. En wanneer je geboren wordt, dan staan de planeten, zon, maan en planeten, staan op een bepaalde manier aan de hemel. En wij zitten nu hier, dus wij kunnen gewoon dit hier als ons horizonvlak zien. Nou, en dan staat de zon, die staat daar, en de maan die staat nog onder de horizon. Dat is allemaal te berekenen en te tekenen. Zo'n horoscooptekening, zo'n cirkel, vertelt eigenlijk van, hier die middenlijn, dat is het horizonvlak. Wat er boven is, is zichtbaar aan de hemel. Wat eronder is nog niet zichtbaar, maar is er natuurlijk wel. En dat hele patroon, dat is gewoon het plaatje van de horoscoop. Maar dat hemelpatroon zegt mij niet of het om een mens gaat, of de tewaterlating van een schip, het openen van een zaak of een hond of wat dan ook. Het zegt alleen maar, dit is het hemelpatroon. Dus ik moet meer weten, wil ik die horoscoop kunnen duiden. Voor een mens duid je hem anders dan voor een land of voor een bedrijf of noem maar op. Dus daar zit ook de beperking in.
Maar dat is natuurlijk interessant, hè, wat jij zegt. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. Ik ben er ook pas later achter gekomen. Het kan dus ook voor een land. Ja. Het kan dus ook voor een bedrijf. Ja. Hoe moeten we dat zien? Dus hoe kan... Dus hoe is dat, ga je dan uit van het ontstaan wanneer het land geboren is? Ja. Hè, wanneer het opgericht is? Weet je, die horoscooptekening, dat is gewoon die hemelkaart. En je moet dus nu weten, wanneer is dat land ontstaan? En bij een aantal landen is dat niet meer na te gaan. Maar wat we normaal doen in de astrologie, dat je neemt de laatste vorm waarin het nu functioneert. En die vorm van dat moment... neem je gewoon de horoscoop. En daar hebben we datum, plaats en tijd voor nodig. Niet altijd is er een plaats, is een tijd bekend. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar bijvoorbeeld China... dan zie je dat Mao op een gegeven moment... in een aparte ceremonie de Volksrepubliek China heeft uitgeroepen. En meteen ook zijn hand op een rode knop... en de vlag werd gehezen, et cetera. Dat moment is bijna tot op de seconde nauwkeurig is dat bekend. Want het ging helemaal volgens het protocol... En dus dan heb je daar kun je een horoscoop van China voor maken. En die heb jij volgens mij ook bij. Ja, ik heb, als voorbeeld heb ik hem ook bij me. Ja. Ja. Zullen we daar misschien even dat ook als voorbeeld nemen van hoe zoiets, nou, wat zo'n tekening eruit ziet? Ja, en je ziet hier gewoon het horizonvlak, die horizontale streep. En je ziet hier de zon, de maan en je ziet hier planeten staan. En één ding is gewoon heel bijzonder om te zien. Hier staat de planeet Jupiter. En Jupiter heeft, nu als het gaat om horoscopen van landen, dus niet van mensen, maar van landen, staat Jupiter voor economische groei. En hij heeft nog twee andere gebieden. Hij staat ook voor dat wat met gezondheid en de volksgezondheid te maken heeft. En hij staat voor rechtspraak. Dat zijn de drie gebieden die met deze planeet te maken hebben. Hij staat in het 12e huis. Ja, dat is ook een vakverdeling. Wat wil zeggen is dat we zien de zon hier staan. Dit is het hoogste punt, is 12 uur 's middags. Dat betekent dat het in de namiddag is geweest. Dus die tijd kun je gewoon ook zo zien. En dan kun je daardoor die planeten ook in een bepaald stukje van... Dat eigenlijk, je hakt het eigenlijk in gewoon 12 zo stukjes. In 12 stukjes. Ja, en dan ieder stukje noem je een huis. Hè? Dat worden huizen genoemd. Huizen staan voor levensgebieden. Elk gebied heeft een stukje, zoals... De meeste mensen zijn geïnteresseerd in het 7e huis. Gaat over relaties. Zesde huis is wat ik heel algemeen noem de objectieve werkelijkheid. Dat is wat jij hoort te doen in de objectieve werkelijkheid. Als je een baan hebt, dus werk valt eronder, moet je voldoen aan je profielbeschrijving. En maar ook jouw lichaam valt eronder, want het heeft gezondheid. Ik bedoel, als jij niet voldoende slaapt, dan krijg je daar de reactie. Dus elk huis heeft een eigen stukje betekenis. En ook een eigen symboliek. Symboliek. Dus ook weer waar jij je toe kan verhouden. Ja, precies. Ja. En heb je daar planeten staan, dan geeft dat ook gewoon aan dat jij een behoefte hebt om met die terreinen bezig te zijn. En dat gewoon ook kunt en daar gewoon creatief kunt zijn. En daardoor kun je gewoon zien welke mogelijkheden iemand heeft. Ook weer heel globaal. Maar je kunt ook zien waar iemand mogelijk zichzelf dwars zit. Dat is ook nog een factor die in de horoscoop zit. Maar wat zo mooi is om te zien, is dat dit is een plaatje van een moment. Ja. China. Dus daarom is die foto. Ja, hè, dus ja, dat het is een foto. Ja. 1949. Hè, één moment. Maar die hemel die staat niet stil. Alles draait alles door. Rijdt. Ja, precies. Dus op een gegeven moment zie je dat... Hier zie je bijvoorbeeld op het moment dat China geboren werd... het moderne communistische China geboren werd... stond de planeet Pluto... wij noemen het nog steeds planeet in de astrologie... stond hier op dit punt. Hij heeft een hele specifieke kenmerken. En één van de kenmerken die hij heeft... is lijken uit de kast halen. En de betonrot en noem maar op. Dus echt laten zien van... kijk nou eens wat er aan de hand is... en waar je op moet letten. Nou, die planeet die heeft deze ronde gemaakt. Die is toen op een gegeven moment op de zon gekomen. Dat was de dood van Mao Zedong. Het is er een enorme rel en toestand geweest... over de opvolging, de Gang of Four en noem maar op. Hij is verder doorgelopen. En wat gebeurt? December 2019 is hij op Jupiter komen te staan. En laat nu de schaduwkant zien van... hoe ze economisch gegroeid zijn, waar het op gebaseerd is, de medische situatie. Dus, en toen kregen we opeens dat Wuhan-virus. En Pluto is echt van dik hout zaagt men planken. Ja, die is dood. Ja, ja, dus echt. En wat we dus als astroloog al jaren wisten, was van Pluto gaat daar komen. We gaan gewoon iets meemaken met China. Dat te maken heeft met of alle drie deze gebieden die ik net noemde, of één ervan. Maar vaak zie je twee en soms ook drie. En dat is dus nu ook gebeurd.
Alleen, we zitten nu in een veel bijzondere tijd ook nog. Want, ja, misschien dat we daar iets over kunnen hebben. Want astrologen, die kijken eigenlijk al, misschien al wel 100 jaar met beven uit naar dit moment. En dat is Saturnus conjunct Pluto, die januari erin gedraaid is. Maar er gebeuren nog veel meer aspecten die maar één keer in de... Nou, er is 1000 jaar of zo voorkomen. Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. We hebben de maanfase. En dan zie je dat we hebben zon en maan, die staan dan in dezelfde richting. Dan hebben we nieuwe maan, want dan schijnt die zon op de achterkant van de maan. Die maan is sneller, die beweegt naar eerste kwartier, volle maan, laatste kwartier en terug. Zo kun je ook kijken naar de planeten ten opzichte van elkaar. En Pluto is de langzaamste, die staat hier. En Saturnus die kan erop staan, dezelfde richting van de hemel. Dan kan Saturnus voortbewegen en dan zie je ze in een kwartverhouding staan. Dan zie je ze tegenover elkaar staan, weer een kwart, weer op elkaar. Dus die planeten hebben ook cycli ten aanzien van elkaar. En die cycli die zijn heel betekenisvol. En er is één cyclus. Dat is ook al vanaf die 2500 jaar van Christus. Nou, Pluto kende men niet. Oh, die kende men niet. Want Pluto is wel een... Die hebben we pas tussen de twee wereldoorlogen in ontdekt. Okay. Ja, en we hebben met de Franse Revolutie, rond de Franse Revolutie, in dat tijdbeeld is Uranus ontdekt. Midden van de 19e eeuw Neptunus en tussen de beide wereldoorlogen Pluto. Dus we hebben er een paar planeten bij. Maar voorheen keek men dus naar de cyclus van Jupiter en Saturnus. Dat waren de twee laatste planeten. En dat was een koninklijke cyclus. En wat men zag, dat was dat als deze twee in hun nieuwe maansfase waren, dus in dezelfde richting stonden, heel vaak economische problemen. Dan was het principe van beperking, dat remde het principe van expansie. En dan zie je dat op het moment dat die Jupiter begint uit te lopen, dan gaat het de goede kant op. En vanaf het moment dat hij er tegenover staat en weer terugloopt, wordt het weer wat minder. Dat is gewoon een eeuwige cyclus. En daar kun je gewoon ook op anticiperen. Nou, we hebben nu dat... Even, hoe kan je daarop anticiperen? Je kunt gewoon zien van... Bijvoorbeeld als ze tegenover elkaar staan en het is economisch gewoon prima, dan zegt de Chinees, die zegt het is nu volle maan. We weten dat het nieuwe maan gaat worden. Dus als je op het moment dat het goed gaat, gewoon weet dat het gewoon weer slecht gaat. En dat het een cyclus is. En reserves moet opbouwen. Dat je dan de maatregelen neemt, waardoor je als het slecht gaat niet voor gekke dingen komt te staan. En dus niet als het goed gaat de helft van je IC-capaciteit wegbezuinigen. Om maar een voorbeeld te geven. Dus die cyclus die zien we. En dus de Jupiter-Saturnus-cyclus is een economische cyclus. En die staan op dit moment staan ze op elkaar. Dus op een nieuwe maansfase. Dat is dus een economische malaise, een probleem. De Saturnus-Pluto-cyclus, dat is een tweede cyclus, die is ook in zijn nieuwe maansfase. En de Jupiter-Pluto-cyclus ook. We hebben 3 nieuwe maansfasen. Hoe vaak komt dat voor? Die komen van verschillende planeten regelmatig voor, maar deze 3 samen maar 7 keer in de 1000 jaar. En als je dan kijkt, het is ook nog belangrijk in welk teken komen ze te vallen. En ik heb gekeken van 3000 voor Christus tot nu. En ze vallen nu namelijk in het allerlaatste stukje van het teken steenbok. En in de politieke astrologie betekent het teken steenbok, dus niet mensen, maar politieke astrologie, betekent het burger versus macht. En dus ook burger versus bestuur. En de laatste 10 graden van het laatste stukje van steenbok, dat worden wel de dictatorgraden genoemd. Dan zie je dat degene die macht hebben, gewoon alles in het werk stellen om die te behouden. En er is dus ook enorm veel verzet daartegen. Zag je dat bij de Franse Revolutie stond die toen ook zo? Er stonden andere dingen, maar dat was ook, daar stond zo Pluto ook in de steenbok toen het de aanloop ernaar was. De Amerikaanse Vrijheidsoorlog, Pluto in de steenbok. Dus, want die 7 andere momenten, wat? Nou, het punt is, die waren dus niet in steenbok. Okay. Dus ik heb gekeken naar wanneer was het in steenbok. En tussen 3000 voor Christus en nu is het in 1285 of zo, is het 1 week geweest dat het er even stond en daarna weg. En we hebben nu het hele afgelopen jaar en ook nu nog zitten we ermee. Het is nog nooit zo lang geweest in dit hele delicate, moeilijke stuk van de steenbok. En
wat Pluto door Steenbok zelf ook al betekent. Die loopt daar sinds 2008 en die gaat er zo 2024 uit. En dat is ook vaak financiële crisis, structuurcrisis. Wordt gevraagd naar welke vormen deugen nog. En dat gaat zowel of het nou gaat om staten of gebouwen of instituties of wat dan ook. En je ziet dus dat er steeds meer dat die steeds meer schaduw laat zien. Steeds meer wat er niet klopt om het te verbeteren. En ons hele financiële systeem. Wij hebben schulden met schulden gerepareerd. Dat stond op het punt van instorten. En mijn verwachting van deze combinatie al jaren van tevoren was zo van... ik weet niet wat de oorzaak zal zijn. Maar ik weet wel dat we gewoon een enorme crisis tegemoet gaan. En eentje die groter is dan we kunnen bevroeden. Dat is die combinatie. En je hebt hem ook van de Europese Unie volgens mij gemaakt. Hè? Zullen we die er eens even bij pakken? Want dat is natuurlijk ook waar we allemaal een beetje beven naar het kijken van houdt de Europese Unie het? Nou, die zit nu in een heel kritieke fase. En je kunt, de astrologie kan nooit zeggen het houdt het of het houdt het niet. Je kunt alleen maar zien wanneer de kritieke fasen zijn. En we zijn nu in een periode gekomen. Eigenlijk, dat is heel mooi om te zien. Uranus is een planeet die heeft te maken met schrik en schok in de negatieve kant. En met technologische vernieuwing in de positieve kant. Nou, Uranus die staat in de Europese Unie horoscoop hier. En die heeft een beweging gemaakt en is op een gegeven moment in 2015 op de maan gekomen. En de maan in de horoscoop van een land of van een gemeenschap gaat over hoe het welbevinden van het volk en de bevolking. En toen ik dat aanzag komen, denk ik van wat gaat er gebeuren dat Europa op zijn kop komt te staan qua bevolking. En het was gewoon, Uranus stond op die maan en Merkel zette de grenzen open voor de vluchtelingen en zei weer schaffendas. En nou, we weten allemaal hoeveel onrust dat gegeven heeft. En die maan die staat bovendien in de horoscoop van de EU in Ram. En maan in Ram is nooit een goede stand om heel intensief samen te werken. Een maan in Ram kan betekenen dat je het leuk vindt om met elkaar te sparren, maar wel jezelf wil blijven. Nou is er één huis dat te maken heeft met samenwerking en daar staat Mars in de horoscoop van de EU. En Mars heeft ook geen behoefte aan samenwerking. Het hoeft niet zozeer egocentrisch te zijn. Maar je ziet dat wat hierin staat, is dat wanneer gaat het met de EU goed? Wanneer landen volstrekt hun eigen identiteit mogen houden. Ja. Want dan werkt het. Maar als ze te veel moeten inleveren aan Brussel, dan zie je dat deze energie contraproductief gaat worden. Ja, iedereen wil zijn eigen cultuur kunnen behouden. Precies, zijn eigen... precies. Ja, en dat wordt nu onder druk gezet. Dat is het probleem. En wat je ziet is dat weer die Pluto die we hebben, die is hier opgeschoven, die is hier komen te staan. En die heeft dus de afgelopen tijd heen en weer bewogen in een conflict met die maan, in conflict ook met de planeet Mercurius, die heel erg gaat over handel. Toen kregen we de Brexit. Pluto die heeft ook in een conflict gestaan met Mars en die beweegt nog heen en weer. Dus die is er nog niet mee klaar. En dat betekent dat die eigenheid van landen en gewoon het ook op jezelf terugvallen is nu dus volop aan de gang. En je ziet dus ook met die COVID-19-crisis, zie je dat niemand kijkt naar wat Brussel zegt. Iedereen kijkt naar zijn eigen nationale regering. En er is geen enkele eenheid en niets. En dat weerspiegelt dit dus ook. Dus je ziet nu ook dat, zeker ook doordat die financiële crisis die daarmee samenhangt sterker wordt, dat de al bestaande dualiteit tussen Noord en Zuid, dat kan met dit soort aspecten versterkt worden. Maar ook Oost en West. Dat de Oosterse, voormalige Oostbloklanden, die weten nog maar al te goed wat de dominantie van de Sovjet-Unie betekende. Dus die zijn nu hun identiteit aan het vinden. En wat je ziet is dat die hebben gewoon geen gereedschap om goed met Brussel om te gaan, om dat weer in te leveren. Dus we zien met een groot vierkant wiel aan spanning dat nu alsmaar heen en weer beweegt, dat deze scheuren duidelijk worden. En het is dus de vraag, hoe gaan ze dat repareren? En je ziet nu die planeet Venus hier. En Venus heeft in de horoscoop van een land of van een grotere eenheid, is het de planeet van geld. En, oh, echt waar? Ja, serieus. En Pluto die staat nu hier en die is dus bezig een conflict te maken op die Venus. En Neptunus die loopt hier en die gaat ook een conflict maken. En dan hebben we wat we
in de astrologie noemen een jotfiguur. En een jotfiguur zegt voor kiezen uit kwade, het gevoel met de rug tegen de muur te staan. Als die jotfiguur komt, je zaakjes niet op orde hebt, dan sta je voor greeploze dingen te staan en dan is het heel moeilijk om het in die periode op te lossen. En dat is waar we nu aan begonnen zijn, aan de beginfase van die jotfiguur. En we hebben het niet opgelost. Het punt is, we hadden eerst alle schulden van de Europese landen moeten saneren en daarna de euro moeten krijgen. Ja, dat is natuurlijk ook Hoekstra's een punt. Ja, precies. Wij hebben het dak gerepareerd. Ja. Duitsland ook. Ja. Jullie hebben het niet gedaan, maar dat is ook het begin van het conflict. Nou, het conflict is eigenlijk al ingebakken bij de introductie van de euro. Omdat er de schuldpositie al zo ongelijk stond. Die had dus eerst opgelost moeten worden. Dan had je gewoon eurobonds kunnen hebben, want dan waren alle landen gelijk. En dat heeft de Verenigde Staten hebben toen het dus een onafhankelijke natie werd. Al die deelstaten hadden schulden. En toen heeft de federale regering gezegd van alle schulden inleveren nemen wij op ons. Alles is gesaneerd. Iedereen kan opnieuw beginnen. Wij beginnen met de dollar. En daardoor heb je dus staatsobligaties van Amerika die iedereen vertrouwt. Hè, want de regering staat erachter. Maar welk land gaat achter een eurobond staan? Dus, en als je gewoon ook kijkt naar de horoscoop van de euro, die staat ook bol van de problemen rond die Venus en voor de komende jaren. Dus het wordt een enorm getouwtrekken. Dit is dus een probleem waarvan ik denk van nou, ze moeten echt van goede huizen komen. Willen ze het laten voortduren in de vorm die het nu heeft? En als astroloog kun je dus nogmaals niet zeggen van het gaat helemaal kapot of wat dan ook. Als je deze kennis met, zeg even, jij bent de rechterhand, zoals het vroeger ook altijd is gegaan, van Ursula van der Leyden. Ja. En wat is dan het advies? Hè? Dus het geeft aan, laat iedereen zijn eigen, respecteer iedereen zijn eigen cultuur. Ja. Ga daar niet aan zitten. Niet opstomen naar een federatie. Want dat ligt in deze horoscoop niet. Deze horoscoop draagt dat niet. Dat gaat dus weerstanden geven. En dus ook een soort ruimte aan die landen geven. Maar in feite is gewoon stap 1 is kijken of je die staatsschulden kunt saneren. Of je dat alsnog, of daar een weg te vinden is. Maar misschien zijn we dat station al gepasseerd. Dat is het probleem. Het tweede is ontzettende pas op de plaats maken met allemaal extra dure uitgaven. Omdat we nog een heleboel grote problemen gaan krijgen. Die gewoon te maken hebben met bedrijven die omvallen. Dus er zijn bijvoorbeeld voor als het gaat om klimaat, zijn er heel veel initiatieven. Ik zou zeggen piano aan. En het wordt kiezen uit kwaaien. Dus het is een heel belangrijk iets om op een gegeven moment te beseffen, laten we alles omvallen, laten we klimaat voortgaan, gaan we doordrukken naar een federatie. We staan met een rug tegen de muur. Dat is die jot. Ja, dat is die jot. En in zo'n situatie moet je in elk geval voor zorgen dat je je niet zo nog meer in de financiële schulden gaat steken, nog meer problemen gaat creëren. En een eenvoudige oplossing is daar niet voor. Dus, en dat is ook iets misschien goed om te weten. Dat zeg ik ook tegen mijn studenten. Dat als je een horoscoop duidt voor een persoon, dan moet je iets van psychologie weten, want je gaat met een mens om. Als je horoscopen duidt die te maken hebben met landen, dan moet je iets van politiek weten. En ben je met financiële astrologie bezig, dan moet je weten hoe de financiële wereld in elkaar zit. Nou ja, jij hebt ook meer dan 30 boeken geschreven over. Dus heb je in al die delen ook echt goed verdiept. Ja. Om het ook echt in de diepte te kunnen uitlezen. Wat me een beetje verbaast, denk ik, dat je als je jou zo hoort, dan heb je het vooral over het financiële stuk. Terwijl we hebben het gevoel dat we in een gezondheidscrisis zitten. Dat is de volgende stap. Kijk, het merkwaardige is dat de horoscoop van de EU laat geen Jupiter-conflict zien. Dus de vraag is of het zo erg is als het is. En de horoscoop van China, daar is die Pluto op die Jupiter. Daar is het gewoon heel erg geweest. Ik denk dat het daar veel erger is geweest dan dat we weten. Ja, dat ik kan me niet voorstellen dat je met deze constellatie, die gewoon een van de moeilijkste is die we in duizenden jaren hebben gehad, als het gewoon gaat om dat laatste stukje steenbok wat ik net heb uitgelegd, en die komt vol te vallen op de Jupiter van China, dat ze 3000 doden hebben. Dat kan er bij jou niet in. Dat kan er bij mij niet in. Nee. Maar wij volgen nu dat beleid waardoor we in een financiële crisis terechtkomen. Ja, precies. Dus geloven we nu in een waan? Of zitten we, zeg maar,
verkeerd te kijken. Het is ontzettend moeilijk als je geen epidemioloog bent, moeilijk wordt, ja. om daar gewoon een oordeel over te geven. Maar er zijn wel heel veel strijdige stemmen. Er is een viroloog met 40 jaar ervaring uit Duitsland die een open brief aan Merkel heeft geschreven en een heleboel verkeerde dingen laat zien. Zweden zit niet in een lockdown. En daar gebeuren ook geen dingen. Maar dat horen we allemaal niet in het nieuws. Dus ik denk dat we toch niet volledig voorgelicht worden. Maar het is heel moeilijk om dan te weten... Ja, en omdat het ook een soort van de unknown is eigenlijk onze grootste vijand. Hè? Nou, dat we een soort niet weten van... Ja, dat is er is een Duitse hoogleraar, professor Mausfeld. En die man is briljant. En die heeft laten zien dat het een groot gevaar is wanneer op een gegeven moment door een systeem of de politiek of wat dan ook, of een groep, een concrete angst wordt omgezet naar een diffuse angst. En hij zegt ook van, als je, ik zeg het even in mijn eigen woorden, als jij op een gegeven moment door een park loopt en je ziet opeens een slang liggen, een echte levende slang, dan kan de adrenaline hoog schieten, maar jij bent op dat moment gewoon in staat om een beslissing te nemen, iets te doen. En dan sta je daarna nog stevig te trillen op je benen en dan is het voorbij. Maar wanneer je geconfronteerd wordt met iets dat ongrijpbaar is, waar je zelf machteloos bent, dan zie je dat je nog een paar weken de rek erin kunt houden, dat je gewoon dat psychologisch aan kunt. Maar als je dan in die paar weken gebombardeerd wordt met hoe ongrijpbaar, hoe erg en et cetera, dan slaat die concrete angst om in wat heet een diffuse angst. En die grijpt aan op andere delen in je hersenen. En dan zie je dat mensen zo ontzettend bang worden dat ze eigenlijk gaan vragen om maatregelen. Dat ze de lockdown, precies, een mondkapje. Ja, en dat ze. En dan, maar dat betekent ook dat ze op zo'n moment ook heel makkelijk, mocht iemand een verkeerde agenda hebben. En dat is wat Churchill zei al, van never spoil a good crisis. En dus als iemand deze crisis ziet als een mogelijkheid om een eigen macht door te drijven, dan heeft hij de mogelijkheid, want professor Mausfeld zegt ook van, heeft een boek geschreven, waarom zwijgen die lemmer? Waarom zwijgen de lammeren? En dat is dit mechanisme. Ja. Dus ik denk dat het heel goed is. Dus wij zijn nu de lammeren, dus kom maar met die app, privacy precies. Overboord. En het is ontzettend moeilijk om afwegingen te maken. Ik benijd de regering er niet om. Maar nee, het is uiterst complex. Ongelooflijk, laten we ook voor precies. Echt, het is heel respect. Moeilijk. Maar het is heel belangrijk om te zien van, wat zijn de kritische stemmen? En hoe kunnen we die een stem geven? Niet om onrust te zaaien, want ik hoor juist onrust van mensen die gewoon heel erg bang zijn geworden. Maar juist die kritische stemmen kunnen een discussie geven, kunnen gewoon maken dat er op een andere manier naar gekeken wordt, misschien andere maatregelen. En het is al heel duidelijk dat elk land op zijn eigen manier de cijfers meet. Dus er is al onrust over de onbetrouwbaarheid van de cijfers. Het is zo belangrijk dat alles open wordt. Maar het is inderdaad, het is gewoon een astrologische constellatie die op dit moment heel moeilijk is. En het feit dat hij zo vol die Jupiter van China heeft getroffen, betekent ook dat ik het niet anders kan zien dat daar de bron heeft gelegen. Maar die bron kan onopzettelijk zijn. Het kan gewoon een fout zijn. Het kan ook. En dat is wat de Washington Post ook al mee komt. Hè? Ja. Van, dat is waarschijnlijk wel in een lab. Ja. Maar een soort ongeluk wat helemaal verkeerd heeft uitgepakt. Maar wat ik nou zo mooi vind is dat dit huis waar de Jupiter staat, dit vak, dat gaat ook heel erg over onze omgang met de natuur. En de planeet Saturnus loopt hier dus ook. En Saturnus die laat altijd zien van, ik ga je nu wijzen op wat je verkeerd doet in de omgang met de natuur. En nou die natte markten daar, of het nou wel of niet uit een lab is gekomen, die natte markten zijn ook altijd een bron van virussen geweest. En dat betekent dus dat China nu ook nog dat, zo van, hey, wat doe ik met de natuur? Wat gaat er nu gebeuren nu die luchtverontreiniging zo is afgenomen? Ja. Gaat de bevolking nog terug willen naar wel die verontreiniging? Er zijn dus ook Op het moment dat er armoede komt, denk ik niet, maar het is wel iets. Voor het eerst zien we echt, de lucht is nog nooit zo blauw geweest in Nederland. Ja. Ja, en de zon is ook feller. Ja. Ja. Dus wat je ziet is dat er komen ook vragen waar we creatief mee om kunnen gaan. Wat we op kunnen pakken. Waar we kunnen zeggen van, zijn we niet met het verkeerde economisch systeem bezig? Maar dat zijn metavragen die je niet meer aan een land kunt ophangen. Maar die wel horen bij die drievoudige conjunctie. Die Jupiter, die Saturnus en Pluto in dat laatste stukje steenbok. Dus het is wel dat je structureel iets moet wijzigen. Want kijk, ik weet dat ik jou nog belde van, wanneer zijn we hier uit? Ja.
zeg maar een datum en dan probeer ik het vol te houden. Maar zo zit het niet. Nee, het zijn structurele precies, dingen die veranderd moeten worden. Dit is het moment waarop je iets veranderen moet. Kan ik misschien een volgend voorbeeld geven? Dat is ook een cyclus. We hebben op een gegeven moment in 2008, 2010 was het vol, maar een paar jaar daarvoor werkte tot een paar jaar daarna. De planeet Saturnus hier, planeet Uranus hier, tegenover elkaar. En de planeet Pluto, die stond daar in een conflict op die twee. Dat noemen we het T-vierkant Saturnus-Uranus-Pluto. En er is een volledige systeemcrisis uitgebarsten. Want wat in documentaires achteraf is gebleken, dat is dat we op het randje hebben gebalanceerd van het hele instorten van het financiële systeem. En het Lehman-moment is een dramatisch moment geweest. Maar het punt is, die combinatie, die drievoudige combinatie, dat T-vierkant zoals we dat noemen, dat is er ook geweest in 1875 en 1930. En 1873, zware financiële crisis, dramatisch. 1929 weten we ook allemaal. Daartussendoor is hij niet geweest. Dus ik wist 1875, ik wist 1929 en ik hoorde in 1999 dat Clinton de banken vrij spel ging geven. En ik zag dit aankomen voor 2008. En ik had zoiets van, mijn god, vanaf dat moment ben ik ben ik met een aantal astrologen die ook deze dingen bestuderen, zijn we gaan waarschuwen van, kijk uit, laat het niet te ver gaan, want we gaan richting een crisis. Nou, we zijn uitgelachen. En ik hoorde op het nieuws overal toen het eenmaal begonnen was, niemand had dit zien aankomen. Ja, datzelfde conflict was weer aan de hemel. Toen hadden we moeten saneren. Is niet gebeurd. We hebben het met schulden, hebben we het gewoon proberen op te lossen. Waardoor er nu een onafzienbare schuldenproblematiek is, waar we niet meer uitkomen. Ja, dat is ook Saturnus, hè? Die dan. En dan zegt die Steenbok. Precies. Die Saturnus in Steenbok, die zegt nu van, niet opgelost, tweede kans. Maar dat is wel veel heel heftiger. Diep en heel ingrijpend. Het systeem klopt. Het hele financiële systeem moet op de schop. Maar we hadden het met dat T-vierkant in 2008 ook kunnen oplossen. Ja, en omdat we het daar niet grondig hadden gedaan. Maar goed, ik wilde dan even kritisch zou zeggen, ja, maar hij zou sowieso nu draaien waar hij nu staat. Alleen dan heb je er minder last van. Als je goed voorbereid bent, ja, dan heb je er minder last van. Saturnus is de planeet die gewoon elke keer wanneer hij wat doet in een horoscoop zegt van, heb je je zaak op orde? Klopt het methodologisch? Is het efficiënt? Heb je de kantjes er niet afgelopen? Klopt de boekhouding, om het zo maar te zeggen? Zo ja, prima. Ga ik nog wel even een testje doen? Of het echt zo is. Even testen of het zo is. Maar daar kom je dan gewoon goed doorheen. Maar als jij gewoon dat allemaal niet hebt en je krijgt hem dan voor je kiezen, ja, dan moet je gaan opruimen. Dat is ook iedereen nu aan het doen, hè? Ja, letterlijk. Ja. Dat is zo kreeg. De kringloopwinkels kunnen het niet meer aan. Het is echt schitterend, ja. Ja. Heb jij nog vanuit jouw wijsheid en symbolisch denken, hoe moeten we ons hier als mens toe verhouden? Want dit is zo'n stressvolle situatie. Waar kunnen we troost uit halen? Waar moeten we ons op richten? Nou, een van de mooiste dingen die je nu ziet, is dat de gewone menselijke nabijheid opeens weer gewaardeerd wordt. En dat waren we kwijt. Ik bedoel, als je kijkt, alleen maar op schermpjes kijken en verder niks. Nu opeens besef je hoe belangrijk dat intermenselijke contact is. En we zitten ook dat bij de andere kant is er geen intermenselijk contact, want we mogen elkaar niet zien. Nog niet, maar moet je kijken hoe belangrijk dat gaat worden. Omdat we het zo gemist hebben. Precies. En die Pluto die nu in Steenbok staat, die gaat dus vanaf ongeveer 2024-2025 gaat hij de Waterman in. En dat is het humanitaire teken, als het gaat om het collectief, dus niet weer een persoon, maar het collectief, het humanitaire teken, dat de mens voorop zet. De mens centraal. Ja, en dan is gewoon de grote vraag, durven wij nu te leren van onze kwetsbaarheid? En durven we te zien dat het niet gaat om geld en de laatste gadgets, et cetera, maar dat het gaat om gewoon de intermenselijke contact? En daarom zijn al die prachtige steunbetuigingen en die hulp die loskomt, dat laat het al zien, dat is gewoon heel mooi. En dat is al een voorbode voor wat we kunnen gaan krijgen. Maar dan moet onze economie ook heel anders gaan functioneren. Want groei betekent dat je moet consumeren, betekent dat je schulden moet maken. Dat concept werkt niet meer. Dus het betekent. Maar moeten we het dan eigenlijk bij. We hadden het laagste werkloosheid. Als je het hebt over inclusief, bijna iedereen zeg maar had gewoon wel een inkomen. Ik bedoel, wereldwijd hadden we het wel behoorlijk goed voor elkaar. Ja. Dus we kunnen dan wel
op ons kop krijgen, weet je, dat we, dat we die schulden te hoog hadden opgelopen. Maar qua menselijkheid hadden we het gewoon wel goed voor elkaar. Ik moet ook zeggen dat ik wel blij ben dat ik in Nederland woon, hoor. Ja, maar het, een van de dingen is, je moet Nederland niet loszien van de wereld. Wij zijn deel van het wereldfinanciële en economische systeem. Als je ziet dat wij als heel klein landje Duitsland voeden. Ik bedoel, hoe wij gewoon alles uitbesteed hebben om het allemaal maar zo goedkoop mogelijk te krijgen, dat is één. En het tweede is, hoeveel heeft de gewone Nederlander in zijn portemonnee gezien van die enorme groei die we hebben doorgemaakt en hoe goed we het voor elkaar hebben? Ik dacht 30% heeft een spaargeld van 1000 euro. Ja, dus daar zijn nog een heleboel haken en ogen aan. Maar waar het nu eigenlijk om gaat, is om een veel groter geheel. Namelijk dat we naar deze drievoudige samenstand in dat laatste stuk Steenbok laat eigenlijk zien dat het fundament waarop we gebouwd hebben, dat veranderen moet. En er zijn dus, we leven eigenlijk gewoon op maar een paar economische theorieën. En die werken dus gewoon niet meer. Groei. Ja, precies. En de vraag is van, hoe belangrijk is die groei nog? Ik weet nog dat ik in de crisis van 2008 altijd werd gesproken van hockeystick. En dat we toen al begonnen te praten over, met investeerdersbanken, misschien moeten we die hockeystick loslaten. Nou, dat was echt het grootste taboe ever. Ja. En dus is dit nu zeg maar van, ja, dit is echt, de hockeystick moet weg. Dat het is groei. Ja. We moeten het op een andere manier zien. En weet je, wat ik kan alleen maar met de astrologie zien, dat we nu gewoon op zo'n breekpunt zijn gekomen. En dat zat er dus al lang aan te komen. Wat ik al eerder heb gezegd, hoe het zich zal manifesteren, weet je niet. Wat ik wel weet is dat met zo'n Saturnus-Pluto samenstand, hè, die nieuwe maanfase, dat mensen ook veel banger zijn. Dat de angst veel voel zelf, als jij dat vertelt, voel ik echt gewoon angst. Ja. Dat ik denk, ja, weet je wel, oké, leuk dat we allemaal zwaaien naar elkaar en applaudisseren. Ja. Maar we zitten nu, het bloed loopt door de straten heen. We zitten nu in die angstfase. En de kunst is om je niet door angst te laten regeren. En gewoon te weten dat het je gewoon geld gaat kosten. Te weten, en het is ook te accepteren. Als ik de hele geschiedenis bekijk, is het om de zoveel tijd is het gewoon gebeurd. Dus gewoon ook niet meer proberen vast te houden. Maar te weten van, wat kan ik nu doen om dat wat werkelijk van waarde is, en dan heb ik het niet meer over geld of bezit, maar werkelijk van waarde is, om dat gewoon verder vorm te geven. En vooral zo ontspannen mogelijk erin te staan en medemenselijk erin te staan. Want het betekent ook dat je minder stress opbouwt en daardoor gewoon ook gezonder blijft. Ja, om het even maar voor te onze bekijken. Beleidmakers. Die kunnen niet zo erin staan wat jij nu beschrijft. Nee, ik ben ook ondernemer als ik zo van, ja, weet je wel, soort van het is wat het is. Maar ja, je moet ook iets doen. Ja, als het gaat om het ondernemerschap, is het kijken naar hoe kan ik op een kleinschalige, duurzame manier, en dan heb ik het niet over grootscheeps, maar kleinschalig, duurzame manier, een zodanig ook een klantenbinding. Misschien is het goed om dat is een vooruitloper erop, maar als Pluto de waterman ingaat, dan gaan we ook zien, naar mijn idee, dat mensen niet langer hun status afmeten aan de auto die ze hebben, of het bezit wat ze hebben, maar hun status gaan afmeten aan voor welke waarden ze staan, bij welke groepen ze willen horen. En als je dus zorgt dat je een waarde, een ideële waarde toevoegt aan je product. En dat zat, maar ook aan een land. Ook aan een land. Dus dat is ook, weet je, dat voel je nu ook. Eigenlijk iedereen wordt heel nationalistisch, want wat is de kleur van mijn land? Of waar sta ik voor? Dus dat zeg je, dat trekt zich nog verder door. Het nationalistische is een ander thema. Dat is, Jung heeft gesproken over een bepaald instinctpatroon wat je ziet in tijden van moeilijkheden. Hij noemt dat de endogame tendens. En dan zie je dat op het moment dat de tijden moeilijk worden, dat mensen terug willen gaan naar wat voor hun herkenbaar is. Dat is vaak wat je in je jeugd hebt meegemaakt. Dus wat je ziet is dat, ik mag het woord niet meer gebruiken, allochtoon, maar De mensen van een buitenlandse afkomst, die hebben in hun jeugd nog andere geuren geroken, andere taal gehoord. Dat is dan voor hen veilig. Die hersenen zeggen dan van, dat is veilig. Dus je ziet een in elkaar
krimpen van die groepen. Maar je ziet het ook bij de Nederlanders. En dat betekent ook dat het idee Nederland wordt opeens ook dit. Dus dat nou ja, is een, je ziet het in België, je ziet het overal. Gebeuren, ja. En dat is gewoon een, dat noemen we de endogame tendens, die je dus normaal ziet optreden. En daar moet je ook rekening mee houden. Moet je niet te fel tegen ingaan, want die heft zich weer op als, het, als die angst verdwijnt. Maar als je die gaat verbieden, word je alleen maar sterker. Ja. Moeten afronden, we zitten al heel erg over de tijd heen. Bedankt voor je wijsheid en het was voor mij in ieder geval heel leerzaam. Graag gedaan, dankjewel. Ja.